We gaan ervoor. Goedemorgen. Ik film even met mijn iPhone omdat mijn camera op kantoor ligt. Maar het is weer een nieuwe week. Het is nog heel vroeg en Jordi en ik gaan sporten. Ik ben opgefrist en het voelde zo goed om lekker te sporten en weer even in beweging te komen. Ik heb echt maandenlang een beetje mijn lichaam en dat soort dingen verwaarloosd. En ik moet zeggen dat ik ook wel weer even moet wennen aan zo vroeg opstaan en dan naar de gym. Maar je voelt je wel meteen zeer accomplished. Het is toch iets psychologisch dat je 's ochtends meteen iets moet doen wat je niet relaxed vindt. En dan heb je dat afgetikt en dan voel je je super trots en zo werkt dat wel. Ik laat jullie wel even zien wat ik aan heb vandaag. En verder hele simpele make-up. Een tinted moisturizer. En een klein beetje mascara. En eigenlijk vooral de bronzer die ik gebruik ook op mijn ogen gedaan. En een beetje inner eye highlighter. Niet zo spannend dus. Vandaag ga ik naar kantoor. En er zijn genoeg dingen te doen. Want dat is altijd zo na vakantie. Dan stroomt het een beetje over. Mijn haar is nog steeds best wel oranje. Ik heb het gisteren met een conditioner gewassen of behandeld waar rood pigment in zit. Die speciaal gemengd is om deze kleur een beetje te behouden. Maar ik moet wel zeggen, het veedt wel best wel snel. Dat had ik niet echt verwacht. Ik dacht het blijft dat super intense oranje. Maar dat is toch niet echt het geval. Dat is wel een beetje jammer vind ik. Het is wel echt veel meer gedoe om echt mooi te houden dan het blond dat ik had. Dus in die zin was ik gewoon verwend en had ik geen idee. Ik heb een blouseje topje aan van de Line by K. Schijnt een beetje door. Een jeans van Mikkeus. Levi's, een vintage jeans die op maat gemaakt is. En mijn pantoffels. En voor nu alleen nog even simpele oorbellen, maar ik ga zo denk ik al mijn kleine oorbelletjes even in doen. En de deur uit. Met een bomberjack. En deze schoentjes uit mijn Fred de Labrador collectie van vorig jaar. Bomber komt uit Tokio. Dus zou ik niet kunnen zeggen waar die van is. Ik ben nu op kantoor waar ik zo meteen iets ga shooten. Dus ik probeer een soort studio achter me te bouwen. Altijd een hele verbouwing hier op kantoor. Verder hebben we een leuk borreltje straks op kantoor, omdat we er weer zijn en gewoon voor de gezelligheid. Dus daar heb ik ook wel zin in. Evie en Aglaya zijn nu de boodschappen aan het halen. Oké, ik wacht even tot we gaan lunchen en dan ga ik shooten. Mini setup. Even mijn make-upje opgedaan om zo meteen te gaan shooten. En ik ga nu eerst met Evie en Jordi koffie drinken. Evie is namelijk nu ongeveer een maandje in dienst, wat super spannend is. Het is haar eerste echte baan en onze eerste werknemer. Dus dat is echt iets waar we jarenlang naartoe hebben gewerkt. En dat moment is nu daar. En we gaan gewoon even kletsen van hoe is de eerste maand gegaan en al dat soort dingen. Het is gewoon fijn om even soms zo'n koffiemomentje los van kantoor te hebben zonder alle to-do lists. Dus dat gaan we nu even doen. En nieuw. Het is tijd voor een borrel. Ik heb me even omgekleed naar het shooten. En mijn lieve schat Jess is hier ook met haar vriend Mark. Die zitten nu ook in dit kantoorpand sinds 2 weken. Dus het is een gezellige bende. En hun hondje Moes is er ook. En die is hyper en dol op mij. Terwijl ik helemaal geen goede dierenvriend ben. Maar ik heb wel een plekje voor Moes in mijn hart. Moes houdt ook van cola blikjes. Nu of iets met een wrapje of een beetje random. Restjes van de groenten ofzo. Ik zit hier met Jess en Evie over het hondenleven te praten. En Evie heeft dus een bord op Pinterest, Me as a Dog Mom. Waarin ze allemaal scenario's voor haar toekomstige hond heeft. En ook welke kleren ze dan aan heeft als ze de hond uitlaat. Ik ga je wat erover vertellen. Coca-Cola. Dit ben ik samen met mijn hond op vrijdagavond. Als we filmen kijken. Schermpje moet dichterbij. Samen met Moes in de fietsmand. Ik als ik op straat loop. Samen op autotrip gaan. Zijn we er al? Met carnaval. Oh, kijk. Hallo. Just another day at the office. Ik zit achter mijn laptop. Ben ik gaan doen. Ik kan me niet zo goed concentreren vandaag. Beetje zo allemaal losse eindjes aan het doen of zo. Dat je dan voelt dat je niks voor elkaar krijgt. Maar die dagen horen ook bij. Ik heb wel een lijst gemaakt met dingen die ik sowieso wil aftikken. Ik ben lekker in atelierkleuren vandaag. Dus ik hoop dat dat gaat lukken en
straks. Ik heb met Kim afgesproken. We gaan nu broodjes met knakworst eten. We zitten hier de hele dag heel gezond salades te eten. Maar vandaag dachten we nee, ik pak het even anders aan. Toer is helemaal netjes. Meiden hebben het goed opgeruimd. Hey girls! De look van vandaag. Een lila topje, vintage jeans en een leren blazer van Arket die ik volgens mij voor het eerst aan heb. Hier was ik zo lang naar op zoek. Ik ben echt blij dat ik hem heb. Carrière goals. Knakjes! Echt zo'n soep met knak. Wat denken jullie? Ja, ik. Dat kunnen wij toch niet zeggen. Steek een knak even in je mond. Als temperatuurtest. Ik kan nog wel iets langer. Ja, het is eigenlijk altijd, hè, bij magnetron. Dan denk je het is warm, maar dat is dan niet. De dag is voorbij gevlogen en inmiddels zit ik hier in een chillpak. Ik kreeg twee hele lekkere joggingpakken opgestuurd, dus ging ik even passen. En dan is er gewoon geen weg meer terug. En nu zijn de meiden al weg en zit ik hier nog even te werken. Dus ik was helemaal brain dead en ik dacht, oh, ik kan niet meer, maar ik moet nog twee dingen doen. Ik moet. Dus nu heb ik dit alvast even aangebroken. Hello, little friend. Hallo, hallo. Inmiddels ben ik thuis met Kim. We zitten op de grond. We gaan lekker salade eten. Takeovertje. Oh, sorry. Vandaag neem ik, ben ik met Jara. Leuk dat jij er ook bent. We gaan een lekker saladetje eten. Ja, heel lekker. Dit is vegan kapsalon. Ja, er zit zoals je ziet super weinig dressing op, dus het is extra gezond. We hebben allebei een lekker vestje aan. Ja, we zitten in de vestenfase. Ja. We hadden het net over herfst-winterkleren en of we iets mochten kopen of niks en wat we dan wilden. Ja. Weet jij ook nog wat we vroeger cardigan als bijnaam hadden? Ja, maar voor wie ook al? Iemand dus. Ja, duffe vrouwen. Maar voor wie? Dadelijk ja, iemand in de vlog. Ik weet niet meer voor wie. Ja, iemand kuts die in ieder geval een date van je had ingepikt of zo. Ja, zoiets was het. Tot de volgende vlog. Oh. Hoe gaat het uit? Good morning world, het is woensdag en ik ben me aan het klaarmaken om naar kantoor te gaan. Ik ga even mijn gezichtsroutine doen en me dan aankleden en dan die kant op. Ik moet zeggen dat ik deze week en eigenlijk deze tijd probeer om mijn week iets meer in te vullen zoals ik het zelf prettig vind. Waarbij ik 's ochtends eerst 2 uur de tijd neem om dingen te doen die ik eigenlijk het beste kan doen als ik alleen ben en me goed kan concentreren, zoals een call met Lena of een voorstel voor een partner maken of een andere Zoom meeting of mailtjes of dat soort dingen. Want zodra ik op kantoor ben, dan ben ik toch heel de tijd ook in mijn hoofd bezig met wat zijn de anderen aan het doen, gaat alles oké? Veel prikkels, ik zie daar wat iets om op te ruimen, daar is een gesprek gaande. Dus dat werkt denk ik voor mij wel het beste en betekent ook dat ik iets meer ruimte heb om 's ochtends even een ontbijt voor mezelf te maken of 5 minuten te mediteren of zo. Dus ik voel me er op zich wel goed bij. En ik ben benieuwd hoe lang ik dit vol ga houden. Ik dacht, ik film even wat ik voor skincare doe. Want daar krijg ik altijd heel veel vragen over. En dat film ik eigenlijk niet vaak. Als eerste doe ik... Ja, ik wissel regelmatig door qua producten en routine hoor. Ik heb hier een hyaluronzuur. Die kennen jullie misschien nog. Van L'Oreal. Ik heb natuurlijk net mijn handen gewassen. Doe ik als eerste even als booster. En dan, normaal zou ik dingen misschien iets langer laten intrekken. Maar ja, nu ben ik voor jullie dit aan het filmen. Al het product dat ik niet gebruik, smeer ik gewoon altijd een beetje hierop. Dit zijn trouwens hele lekkere chillpakken van Arket. Een soort ribbelstofje. En er is ook een legging bij. Heel lekker. Dan ga ik een crème opdoen. Deze is van Caudalie, de Vino Perfect, die ik echt helemaal op heb gebruikt. Dus dit is denk ik wel echt de laatste keer dat ik hem kan gebruiken. Krijg ik er nog iets uit. Altijd satisfying als je een product helemaal op hebt gebruikt. Dit doe ik niet elke dag, maar op dit moment voelt mijn huid een beetje droog. Ik denk door de wisseling van seizoenen. Doe ik een oogcreme en dit is er eentje van Kiehl's, de Creamy Eye Treatment with Avocado. Dit voelt echt zo apart. Vettig en waterig tegelijk. Ik vind het echt heel lekker. Als je het smeert is het bijna als water, maar het is echt wel een laagje wat je
hier neerlegt. En je hebt echt maar een minuscuul beetje nodig. Wat ik dus heel mooi vind is dat het echt super super glowy is. Dus op dagen dat ik geen make-up draag, dan gebruik ik dit onder mijn ogen bijna als een soort natuurlijke highlighter. Je kunt het ook dan gebruiken om je wenkbrauwen een beetje in shape te borstelen of zo. Maar het is heel voedend en ook voor droge plekjes lekker. En ik moet zeggen dat ook mijn make-up best wel prima blijft zitten als ik dit op heb. Het is niet zo dat het dan heel erg gaat verschuiven. Het trekt wel gemakkelijk in. Ik heb al een beetje op, maar dan sluit ik eigenlijk altijd af met wat lippenbalsem. Ja, dat is het eigenlijk. Ga ik nu denk ik over naar make-up. Als basis gebruik ik deze, de Skin Paradise. Dat is een tinted moisturizer en ik gebruik de kleur medium 02. Jullie weten dat ik dol ben op tinted moisturizer als vervanger voor foundation. Want het legt net dat subtiele laagje over je huid, waardoor je gezicht er iets egaler uitziet en iets meer die flawless vibes. Maar het is zo licht dat je het echt niet voelt zitten en het heeft alle benefits zeg maar van een dagcreme en moisturizer met zonnefactor en voedende ingrediënten. Dus het zit eigenlijk precies tussen make-up en dagcreme in en dat vind ik heel fijn. Je kan het gewoon lekker met je handen aanmaken, maar het hoeft ook niet zo precies. Een beetje under eye concealer. Deze is van Shiseido 202 Light. Echt een mini beetje. Verder doe ik geen concealer eigenlijk op plekjes of vlekjes op dit moment. Ik denk, het is prima. Dit laagje tinted moisturizer is wel genoeg. Alleen even onder de ogen. Beetje liquid highlighter. Door naar de bronzer afdeling. Beetje blush. Vaak doe ik ook een beetje op mijn ogen. En op veel dagen vind ik dit gewoon helemaal prima en is dit gewoon mijn natural look. En soms doe ik mijn ogen dan ook nog wat extra of nog een beetje gekleurde lippenbalsem of lipstift of zo. Hallo, hallo. Ik ben inmiddels thuis en ik voel me helemaal een soort tech-nerd. Misschien is dit voor jullie al bekend, maar voor mij is dit nieuw terrein en ik ben helemaal excited. Ik had een tijdje geleden een oproep geplaatst op Insta-stories dat ik heel graag The Bachelor uit Amerika wilde kijken. Het stond ergens één seizoen op Heyu, wat in Nederland toegankelijk was. Maar daar was ik natuurlijk binnen 2 dagen doorheen en ik ben gewoon hooked. Ik ben echt wel een liefhebber van foute reality. Of eigenlijk vooral het idee dat er zo over een verhaallijn wordt nagedacht en over casting. Ik vind het heel interessant om op zo'n manier naar zo'n serie te kijken. En ook gewoon de juice heerlijk. Dus ik was op zoek naar allerlei vage streamingwebsites en dat soort dingen. En toen kreeg ik allerlei berichten over VPN's. Ben ik even ingedoken en ik had dat nog niet eerder gebruikt. Ik dacht ook, is dat legaal? Hoe werkt dat? En daardoor kwam ik ook in contact met NordVPN. Nou wist ik niet precies wat een VPN was. Ik loop echt achter en ik verraad echt mijn leeftijd volgens mij. Maar dat is dus een manier waarmee je als het ware programma's kan unlocken in andere landen. Net zoals dat als je aan het reizen bent, je niet je eigen Nederlandse Netflix of Videoland kan kijken. Kan je hier in Nederland ook niet dingen van Netflix Amerika of UK. Alle dingen die ik wel wil zien. Denk aan als eerste Love Island uit de UK zien. Of Bachelor seizoenen die nu in Amerika aan de gang zijn. De Bachelorette eigenlijk, waar ik heel veel zin in heb. En alles wat als eerste natuurlijk in Amerika gelanceerd wordt qua onze favoserie's. Dus dat leek me heel chill en ik mocht het van hun een tijdje uitproberen. En voor jullie kreeg ik een hele nice korting. Dus die vind je in de bio van deze video met een linkje en wat meer uitleg. Dus ik ga zo even on the hunt om een heel lekker reality menu voor mij en Jess samen te stellen. En we hebben al, zolang als ik me kan herinneren, dezelfde smaak in series en films. We kijken altijd de Hilary Duff films en de Olsen films toen we tieners waren. Ten Things I Hate About You was jarenlang onze favoriet. En sindsdien zijn we heel consistent in dat we of true crime dingen of reality dingen samen kijken. Maar we hebben dus bijna alles al uit. Dus ik ga eens even on the hunt. Ja, ik vond dit echt wel een briljant systeem. Want op een gegeven moment heb je gewoon alles gezien. Heb ik zelf in ieder geval. En dan wil ik gewoon nieuwe dingen. Of ik zit heel erg in één format, één serie. En dan wil ik gewoon doorkijken. En er is gewoon echt heel weinig te vinden in Nederland. Ik wacht echt op de dag
dat gewoon alles wat gemaakt wordt qua tv en series en films gewoon op één plek te zien is voor iedereen. En niet dat je dan weer maanden moet wachten. Dus ik vond dit wel heel erg chill. En wat het mooie aan specifiek NordVPN ook is, het wordt ook wel de king of VPN's genoemd, zag ik online. Ik wist niet dat zoiets bestond, maar blijkbaar zijn voor alles awards en rangschikkingen en dat soort dingen. Maar wat het fijn is, is dat ook je data beschermd wordt en dat het ook als een adblocker werkt. Dus het is heel veilig allemaal en doet ook meer dan alleen meer juice geven en meer series. Joehoe, we zijn in Amerika. True Love Island, USA. Maak alvast ook even een gezellig hoekje. Ga ik zo alle snacks in bakjes doen. Jill, pak ze in aan. Oh. De bier staat aan. En het Thaise eten ligt op tafel. Reality fans. Bloedheet curry met kanaal hebben we. Mijn god. Biscuitjes, patai. Iced tea in wijnglazen. Hallo, hallo. Ik ben op kantoor en ik ben mijn vlogcamera vergeten. Dus ik dacht, pak gewoon even de iPhone erbij. Nou is mijn vlogcamera ook wel enigszins, heeft hij zijn beste tijd gehad. Dus misschien is dit wel betere kwaliteit. Er zit een soort gek vlekje op wat ik het niet goed afkrijg op de lens. En dat is natuurlijk niet chill. Verder is het vandaag hartstikke lekker weer. Het blijft gewoon zomers de hele tijd. Ik vind hem geweldig. En heb ik ook wel iets zomers aan, namelijk een mooie wrap dress met bloemen. En witte cowboylaarsjes. En een atelier. Een beige met een parel en deze gouden ketting van Eva. Jongens, waarom ben ik zo slecht aan het vloggen? Het is gewoon soms zo moeilijk om eraan te denken. Dan denk ik al, oké, in het moment zijn. Dan denk ik Insta-stories maken. Maar ik vergeet gewoon deze week heel de tijd de vlogcamera. We zijn naar kantoor gegaan om onze brommer en motor op te halen. Jordi rijdt motor, maar eigenlijk gebruikt hij zijn motor bijna nooit. Dus hij gaat hem verkopen en hij moest hem even oplappen en dat soort dingen. Toen moesten we die ophalen. Toen had ik een Skype call. En daarna heb ik met Nicole geluncht. Dat ben ik dus vergeten te filmen. Super dom. Oh, toen gingen we op babybezoek. Zo leuk. Tiny baby gezien. Liefste ever. Ook heel raar om je vrienden opeens als ouders te zien. Ik dacht echt, wow, hoe je dan aan je eigen ouders denkt. Dat zijn zij nu voor dit kleine wezentje. En dat is zo bizar. Betekent ook dat we gewoon echt niet meer zo jong zijn. Wat ook wel confronterend is, maar ook wel heel leuk om die nieuwe fase in te gaan. Maar om mij heen is er echt een babyboom gaande. Dat is echt crazy. Nu ben ik alleen thuis en ik ben Real Housewives aan het kijken. Terwijl ik ook mijn kast opruim. En ik ben nu halverwege en dan komt dat punt dat je eigenlijk geen zin meer hebt. Dus nu is het één grote tornado ontploffing. Maar ik moet door, want anders is de rommel eigenlijk nog erger dan toen het begon. Want zo werkt opruimen nou eenmaal. You have to make it worse before it gets better. Ik heb ook eigenlijk van die chille opbergdozen en dat soort dingen nodig. Die heb ik allemaal niet hier. Dat zou wel echt heel fijn zijn. Dat wordt echt mijn missie van deze week. Ik denk als ik meer van gewoon handige bakken en dozen heb met labels erop, dat de boel echt meteen veel gestructureerder is. Maar eigenlijk sinds Jor bij mij is ingetrokken is het hier gewoon net iets te ongeorganiseerd. Er moet even een systeem komen waarmee onze kleding en zo allemaal uit elkaar te houden is. Want dat is nu gewoon allemaal niet. Oh, jongens, jongens, jongens. Hallo. Deze kastdeur is dus kapot. Het is vrij annoying. Ik probeer hier nu achter deze lades, of hoe heet het, planken, een gedeelte te maken met de lievelingsspullen. Daarboven is wat opbergruimte en daar liggen wat truien. En dan heb ik hier een soort, omdat ik geen plek heb nu voor een kledingrekje, want daar hangen Jordi spullen nu aan. Heb ik hier mijn favoriete items. Hier mijn drie favoriete truien. Twee favoriete jeans. Topjes en schoenen. En dan probeer ik het echt. Daar ligt ook nog wat dingen die naar de stomerij moeten. Dus het is eigenlijk echt maar een heel klein plukje. Als een soort capsule wardrobe voor mezelf. Met mijn favoriete jassen en blazers. Mijn favoriete jumpsuit. Mijn favoriete jurken van dit moment. Ook echt op seizoen aangepast. Mooie zwarte top. Mijn glitterbroek. Voor mij ook een basic.
de jeans die ik nu veel draag. Een rok die ik nu veel draag. En dan wil ik eigenlijk dat alles goed bij elkaar past. Ben ik nu zeg maar verder aan het organiseren. Ook bijvoorbeeld deze lades. Ik heb net wat sportkleding en zo gedaan. Heel leuk. Jordi is een pasta aan het maken. Hij maakt zelf ravioli. Hallo. Wow. Oh, pompoenzellinkje. Het wordt helemaal vegan, of niet? Ja. Yeah. Love. Vegan cream cheese. Oh. En pompoen. Cool, cool, cool. Knoflook. Italiaanse kruiden, zout, peper, edelgistvlokken. Als een invaller voor parmezaan. Oké. Okay. Een lekker pompoenzetje. Nu zijn ze nog beter gelukt. Wat geroosterde walnoten. Hoppa, en dus helemaal vegan. Alleen heb ik een klein beetje parmezaan zelf eroverheen gedaan. Echt cool. Het is vandaag World Cleanup Day, dus Jordi en ik gaan naar de Slotervlas om lopend of met de kano de boel te ontruimen. En plastic te vissen en te rapen en ander gevuil wat achter is gelaten. Superleuk initiatief van Colgate en een Amsterdamse stichting die zich daar elke dag mee bezighoudt. Dus we gaan snel op pad. Oké, de trossen zijn los. Op het water. We gaan ervoor. Plastic, vuil, alles. Grijp hem. Okay. Links, rechts, links. Oké. Okay. En. Ja, links. Ja. Kijk, kijk, kijk. Oh nee, ik het net niet. We hebben al een stuk te pakken, joh. Nee, toch? Wat dan? Ik had het nog links gegeven. Joehoe! Yes. Wapen en klaar. En echt wel al ja, we hebben wat echt binnen. En vooral kijk daar, de grote buit. Yoga matje. Lekker man. Ik denk dat mensen mij nog nooit zoveel hebben zien bewegen. Dit is een sportvlog met jou. Ja, ja, ja. Work is dus yoga leuk. Ja, precies. Ja. Yoga matje mee. Fietsen, yoga, zwemmen. Kan gewoon. Armspieren, voel wel. En vooral heel hard trappelen. Ja. Trap jij nu heel hard? Heel hard. Ja, jij vindt het makkelijk, hè? Of niet? Ja. Ja. Kijk dan, eindelijk in mijn bezit. Zo dik. Dit is echt een soort bijbel, jongens. Dit is echt debiel. Iedereen mijn gaat nu allemaal vragen stellen aan je. Maar dit voor... Oh ja, dit is voor twee vriendinnen, ja. Maar ook voor de toekomst. Super trots op jou. Lief. Hele goede middag, jongens. Ik ben bij Kim in huis. Yes! Kim is morgen namelijk jarig. Dan wordt ze... Ja, wat 21. 21 jaar, jongens. Of ben ik daar inmiddels nu wel nou, voor? Ik dacht misschien moeten we 25 om ja, daar okay. Vast pinnen. 25 die ik. Zou ik geloven. Ja. En we vieren dat in een mini-gezelschap. En met veel Franse liedjes, Franse kleren, Franse croissant, Franse stoeltjes. Wel Frans. Ja. 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 Weet je wat 25 in het Frans is? Vincent. Verbeter me vooral als het niet goed is. Zullen we doen? Ik laat jullie even de tafel zien.